Vandaag is Sander Scherpse gasten een speciale marathonuitzending met oud-wereldkampioen boksen Don Diego Poeder. Het is van mijn bucketlist. Olympisch kampioen Leontien van Morsel. Hier staat een man met een hamer, die slaat je bovenop je kop. En de snelste kapper van Nederland. Ja, de magie. Ja, de consingel opkomen, dat vond ik het mooiste. En ze strooien alle drie met anekdotes. Donnie! Jose! Hoe is die? Ja, goed en met jou? Ja, lekker man, lekker. Heb je hardloopschoenen aan? Ja, ik ben er klaar voor. Hallo jongen. Hoe is die? Ja, goed. Mooi. Wat is dit voor plek voor jou? Ja, nou ja, ik bedoel, het is al heel lang geleden, maar dit was mijn laatste stukje naar de finish. Rotterdam Marathon 1999. Ja, dus dat is best wel een hele goed plek voor me. En waarom is dit zo'n belangrijke plek voor jou? Ja, hier was ik ook met de Roperen aan het strompelen. En hier ook met de Rotterdam Marathon, het laatste gedeelte, was ik ook aan het strompelen. En ja, weet je wel, maar het geeft me toch dat gevoel om door te zetten. Dus dat heb ik ook gedaan natuurlijk naar de finish toe. Ja, want hier ben je natuurlijk vlak bij de finish. Ja, ja, precies. Wat voor gevoel heb je dan? Nou ja, je weet dat het einde er is, dus ik ben gaan versnellen. En ik dacht gewoon, het is gewoon alles of niks. En ik ga er gewoon voor. En ik ging voor de finish en voor de finish viel ik echt gewoon helemaal kapot op de grond. Serieus? Foto's erop, helemaal slijm over mijn mond. Oh, dat was heel erg om terug te zien, maar was wel grappig. Hoe kijk je nu terug op de marathon? Ja, nooit meer gedaan, dus dat is goed. Ik kan nu niet meer naar. Nee, was wel echt heel tof. Waarom heb je hem nooit meer gedaan? Nou, het was op dat moment, ik was net terug uit Amerika, dus zat ik echt niet zo lekker in mijn vel. Dus je bent eigenlijk gaan hardlopen? Om mentaal weer sterk te worden? Ja, absoluut. Absoluut. Want ik had toen mijn tweede verliespartij achter de rug in Amerika. Met boksen? Met boksen. En toen ben ik teruggekomen om hier toch voet verder te zetten. En dan moet je eerst even jezelf vinden. Weet je wel? En marathon was dat absoluut gebeurd. En 2 weken spierpijn. Jezus, niet te geloven. En je voelde het nog? Nou, bijna. Nou, mijn knieën wel. Ja. Wat zijn jouw mooiste herinneringen aan die marathon? Nou, het grappige is, ik kom steeds mensen tegen die zeggen: Don, weet je nog dat we de marathon samen hebben gelopen? Ja, tuurlijk weet ik dat zelf. Weet je niks? Nee, komt het omdat jij ook gewoon zwart voor je ogen had? Nee, dat gelukkig niet. Dat het zo zwaar was? Dat gelukkig niet, maar wel gewoon fysiek. Ik werf mijn benen, ik had gewoon overal last. En het grappige was, ik zie dus mensen aan jezelf en weet ik veel onder je armen smeren. Ik dacht, wat is dat dan voor gekkigheid? Ja. Ik dacht, niet zo gek doen. Dus ik ren, einde van de rit, helemaal opgeschaafd. Ja, tuurlijk! Nou, weet ik het. Lekker voorbereid, dus, ja, zeker is van niks. Ik dacht, was het voor jou 1 keer en nooit meer? Het grappige was, ik had het wel geprobeerd. De jaar daarna dacht van, of 2 jaar daarna hadden ze een andere plak. Ik dacht van, oh, die vind ik leuk, die wil ik hebben. Maar ja, het enige ga je dat je hem kan hebben, is dat je meedoet. Dus ik was halverwege mijn training en toen zei ik, nou, is goed geweest. Ik stop ermee, want mijn knieën en wilde niet meer meewerken. Maar ja, ik heb het 1 keer geprobeerd. Ik dacht, ik doe het nog 1 keer, maar nee. Het is een leuke ervaring. 4 uur en 1 kwartier. Goed zo. Het is van mijn bucketlist. Klaar. Zeg eens eerlijk, wat was nou zwaarder? Die wereldtitel boksen halen of die marathon lopen? Nee, die marathon toch. Ja, dat was... Dat marathon... Nee, de marathon... Oh man, ik bedoel... Het was een zware wedstrijd die toen ik weer kampioen werd, maar dit was echt zo zwaar, de marathon. Echt, ik ben blij dat ik het heb gedaan. En ik zeg ook tegen iedereen, je moet tenminste 1 keer gedaan hebben. Maar dat was echt heavy. Nee, dat is niet te vergelijken. Nee, dat boksen, dat zit in mijn lijf, daar hoef ik niet over na te denken. En dit was echt heavy. Hey, waarom wilde jij de marathon van Rotterdam lopen? En niet die van New York bijvoorbeeld? Nee. Rotterdam is toch het stadje waar mijn hart ligt. Dus deze wilde ik hier doen.
Ja, en ik wist eigenlijk wel dat het één keer zou zijn en dan moet het gewoon Rotterdam zijn. Absoluut. Van je bucketlist. Precies, hoppakee. Mooi man. Kralingse Bos. Ja, dit is, hier liggen zweetdruppels voor mij. Kom mee, ik zal het je laten zien. Ja? Ik heb natuurlijk heel veel gefietst in mijn leven, maar ik heb ook 5 marathons gelopen. Waaronder de marathon van Rotterdam. En daar heb ik mijn snelste tijd gelopen. Hoeveel was het? 3:28. Zo. Met deze korte pootjes. Toptijd. Toptijd, ja, toch? Ja, tuurlijk. Maar ik moet ook zeggen, een marathon is heftiger dan welke prestatie ik ooit heb geleverd. Echt waar? Ja, het is niet normaal. Hier ben je ongeveer op 35 kilometer. Hier staat een man met een hamer. Die slaat je bovenop je kop. En dan moet je nog maar zien hoe dat je bij die Venus komt. Ja. En ik weet ook niet hoe ik er ben gekomen. Maar je bent er gekomen? Ik ben er gekomen, maar echt bloed, zweet, tranen, krampen in mijn buik. Ik zal niet helemaal in detail gaan. Maar 10 jaar van mijn leven. Maar je straalt wel erbij. Nee, ik dus vond het is een mooie ervaring. Waanzinnig. Ja, ik heb een hele stuk ook echt met kippenvel gelopen. Geweldig. Dat was echt, weet je, een van mijn mooiere sportmomenten ook. Ik vond het echt heel gaaf. En dan mooier dan een gouden medaille op de Olympische Spelen? Nee, dat niet. Maar ik vond het wel waanzinnig. En ook heel trots, want wielrennen is je ding. Maar dit is niet je natuurlijke ding. En als je dat dan toch doet en je loopt hem uit. En ik was heel trots op mijn tijd. En ook gewoon die mensen aan de kant van de weg. En het is gewoon een feestje. Het is echt een feestje. Dus ik heb echt genoten. Maar wat is er zo leuk aan dat rennen? Weet je wat leuk is aan het rennen? Is dat je echt dingen ziet. Met fietsen ga je natuurlijk heel snel gewoon hard. En moet je ook heel erg gefocust zijn. Een kuil in de weg en dit en dat. Maar met lopen ga je minder hard. Dus dan kun je ook makkelijker corrigeren. En wat ik met lopen ook fijn vind, is als je een uurtje hebt hard gelopen, dan heb je echt een voldaan gevoel. Dan moet ik 3 uur voor fietsen. Om datzelfde voldane gevoel te hebben. En je hebt echt de tijd om je heen te kijken. Dat is zo leuk. Dat vind ik leuk aan lopen. Ja, wat zag je allemaal tijdens de marathon van Rotterdam? Nou, dan zag ik alleen maar sterren. Sterretjes, van die kleine sterretjes. Sterretjes. Nee, in het begin niet, maar weet je, vanaf dit moment tot de Venus heb ik echt alleen maar sterretjes gezien. En heel veel zweet geroken. Je eigen zweet? Nee, maar ook van mensen. Ja. Van mensen die voor je lopen. En dat ik denk, nou, dit is ook oud zweet. Volgens mij hebben die de shirt moeten wassen. En ik heb natuurlijk smetvrees. Dan denk ik, godverdamme. Heb je nog een mooie anekdote van die marathon? Nou ja, een echte anekdote, nee, dan word je heel vies. Ja? Nee? Ja. Nou, ben ik wel heel benieuwd, nee, zeg. Nee, ik ga het niet zeggen. Jij gaat me ook niet verleiden. Heel vies? Ja, heel vies. Maar sowieso, ja, heel vies. Ja. Nee, gaan we niet. Ik ga het niet delen. Ze twijfelt. Ja. Ja, maar heel veel mensen die marathon hebben gelopen, darmen, pijn, die weten het. Je hebt je broek volgescheten. Ik heb het in, maar het scheelde niet heel veel. Dus dat. Heb je toch verteld? Nee, niet helemaal. Ik ben niet helemaal in detail gegaan. Oh, het is echt heel erg. Ga je hem nog een keer lopen? Ik ga er nog een nachtje over slapen. Vind je dat goed? Dat vind ik goed. Loop doe ik deze samen. Schoen aan. Hey, oh, ja, nee, dat samen. Is goed. Dat vind ik prima. Ja? Ja, dan moeten we 6 uur of zo gaan. Ja, dat geeft het. Ja! Redden wij dat? Ja, dat redden wij. We hebben de laatste aankomen, weet je wel. Dat is een lantaarn. We hebben binnengehaald door de brandweer. Oh, ja, nou, maak onze tijd. Mag op onze leeftijd. Mijn leeftijd. Zo is het. Zo is het. Leuk. We'll be right back.
Hoi! De snelste kapper van Nederland. Ja, nee, daar staat je geweest. Daar is je geweest, de snelste kapper. Hoeveel marathons heb je gelopen? 30 marathons gelopen. Zo. 6 Eindhoven en 24 keer Rotterdam. En de allereerste marathon van Rotterdam, daar deden nog maar 500 mee. Die starten we bij het Hertenkamp. Welk jaar was dat? Even kijken, 81, 82, ja. En toen stond ik om 12:30 te knippen. En dan begon om 14:30. En dan ging ik om 12:30 van de zaak weg. En dan ging ik de marathon lopen. Geweldig zeg. Hey, ik ga meteen even zitten natuurlijk. Even zitten, ja. Als ik top ben. Ja. Ik heb wel wat meegemaakt zo met de marathon. Ja. We zaten altijd in Hilton met een mannetje 5-6. En dan gingen we dan 's morgens naartoe, de huurde ik een kamer daar zo. En dan, dan gingen we om 9:00 daar in die kamer liggen zo. En dan, maar verkleden, want ik moest dikwijls naar het toilet. En dan moppen tappen en allemaal gekke dingen doen. En dan zetten we de tv aan en dan had je een pornozender. En dan zetten we die pornozender aan. En dan zaten we lekker op bed porno te kijken. En dan werd er ineens op de deur geklopt. Maar dat bleek dan achteraf van de minibar, weet je. En dan deden we gelijk die film weer af. Nou, en dan was die weer weg. En dan deden we weer aan. En zo deden we dat 5 keer, maar steeds werd er geklopt dan die. En toen gingen we 's middags afrekenen. Toen moesten we 85 gulden wijn betalen. Steeds. Dachten ze dat ze 5 films. Ja. Hoe kom je aan die bijnaam? De snelste kapper van Nederland. De snelste kapper heb ik zelf van gemaakt. Ja. Waarom? Ja, de snelste kapper. Je denkt, ja, dat geintje zo. De snelste kapper. En was je ook echt snel? Nee, want toen hadden we dat blad Runners. Stond er ook in deze mannetje. Dat was een, geloof ik, in het noorden van het land. En er was ook kapper, maar die was een sneller als ik. Die was beledigd tot hij dat hij was. Ja. Zodoende. Ja, nou in de marathon ook. Ja, ik liep altijd op Zuid. Daar was ik niet zo bekend altijd. Alleen Katendrecht kon ik dan een beetje uit mijn hoofd. Daar hoorde ik wel eens wat over. En als ik dan hier weer over de Erasmusbrug was, of de Willemsbrug, dan kwam ik hier in het Oude Noorden, in Krooswijk. Ja, iedereen kent me niet eens Oude Noorden. Hé, kappertje! Wat zei ze nog wel eens? Oude ketser, allemaal van zulke soort woorden. Hè? Ja, en dan ging ik lopen, psychisch. Ja. Hey, maar jij hebt ook heel hard gelopen. Ja. Je bent niet voor niks de snelste kapper van Nederland. Nee. Mijn snelste marathon en ik was start gegaan. Met niemand bij me, altijd, want ik liep altijd in een groepje, helemaal alleen. Ik heb geen druppel gedronken. En toen kwam ik in 2:46 over de streep. Nou, net of ik niet gelopen had. Dan had je zo'n dag. Ik voelde helemaal niks. En toen stonden ze al na de finish met oranje boombier. Met zo. En dan dronken we gelijk 3 op zo. Maar dat is een wereldtijd, man. Ja, 2:46. Ja, daar ben ik heel blij mee, ja. Hans, je hebt 30 marathons gelopen. Dus jij kan het geheim vertellen van de Rotterdam Marathon. Ja, nou, het is maar 1 marathon. Ja, ik heb er maar 2 gelopen, eind over Rotterdam. Maar de afzetting, alles bij elkaar vind ik fantastisch. Door het Kralingse Bos en een stukje door de stad, Zuid. Ja. Maar wat is nou de magie? Ja, de magie. Ja. Ja, de Coolsingel opkomen, dat vond ik het mooiste. Ja, dan denk je, oh, die Coolsingel. En dan hoorde je je naam roepen zo. En dan het herstellen ervan. Ja, fantastisch, ja. En wat is jouw mooiste herinnering aan de marathon? Nou, ik heb nog eens een keer marathon gelopen. Toen regende het zo. Toen stonden we op de Coolsingel. Het jasje zand, het sneeuwde ook een beetje. Nou, voordat de start gooide ik het jackie weg zo. En alles maar in de regen gelopen, nog door de Rotterdam-Zuid langs de Blue Band fabriek daar zo. Ja. Dan liep ik met de Sjoes van die oude beatgroep uit de Haag, de Sjoes. Dat was een tweeling met die lange haren. En dan liep ik steeds in de midden, zo achter. Zo. En dan zeiden ze, hey, de Sjoes allemaal. En daar kreeg je ook een kick van, dat vond ik ook fantastisch. Maar toen liep ik gewoon te soppen in mijn schoenen, zo nat waren ze. Ja. Maar wel uitgelopen? Wel uitgelopen, ja. Moet je echt een bikkel zijn om uit te lopen? Nou, dat vind ik wel, ja. Er zijn dus altijd die uitstappen, hè. Maar ik heb toch wel, ja, ik ben echt een lange duurloper eigenlijk, hè. Ik heb 1 tempo. Dan zei ze altijd, die kapper, dit is een echte marathonloper. Die kan, de beuk erin. Ja. Ik trainde 5-6 keer per week. Dan was ik zaterdag hier klaar met werken. Dan stond ik van 's morgens 7 tot een uur 5:30, 6 te knippen. En dan ging ik naar huis toe. En dan deed ik de spullen in de garage. Dan lag een sportspul. En dan zat mijn vrouw binnen of zo, of ergens, dat was er niet. Ging me gauw verkleden, want dan ging ik nog even een rondje in Nieuwekerk aan de IJssel lopen, 10 kilometer. En dan had ik pas rust. Ja, en de andere morgen gingen we weer 25, 30 kilometer lopen. En dan ging ik 's maandags morgens met Rob van Kempen. Deden we 1,5 uur zo. Ja. En veel wedstrijden lopen. Ja. Dat is het geheim van veel wedstrijden. De meeste lopen haast geen wedstrijden meer. Moet je een beetje gek zijn om de marathon te lopen? Zeker, ja. Ja, je moet het ook leuk vinden. En dan komen ook wel eens in de ploeg mensen die gaan voor het eerst lopen. Allemaal. Ja, die moet echt ineens die kick hebben. Ik vind een bikkel. Ja? Super. Nou, hartstikke leuk.